Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1116 met een uitzending voor vandaag 26 oktober 2017. Dus de bulletin van donderdag. Ja, vandaag moet ik het een keer met een herhaling doen. Een onderwerp over magnetische loopantennes. Dat is niet een vervelend onderwerp. Ik heb me een beetje verslikt in het onderwerp over Enigma dat ik eigenlijk vandaag van plan was te gaan maken. Daar bleek heel wat meer tijd voor nodig te zijn dan dat er beschikbaar was. Magnetische loopantennes dus. Dit is een herhaling van begin mei 2016. Het gedicht dat op het laatst van de uitzending zit, dat bleek toevallig achter dit deel in de originele uitzending aan te zitten. Ik heb het er maar al vast laten zitten. De website waar het over gaat is die van Roland, PA3 Alpha Hotel India, te vinden op logatoom.blogspot.nl. Dus logatoom.blogspot.nl. De serie over antennes gaat het over een bijzonder soort antenne, de loopantenne. De loopantenne is een antenne waarbij de stralen de vorm heeft van een lus, meestal de vorm van een cirkel. In feite is de stralen van een quad-antenne ook een loopantenne, zij het dat die vierkant is. De lus van de loopantenne wordt al dan niet via een balloon gebalanceerd gevoed. Er bestaan twee tamelijk verschillende soorten loopantennes. Je hebt de full-size loop, waarbij de lengte van de omtrek dicht in de buurt komt van de hele golflengte. Een standaard quad-antenne is bijvoorbeeld zo'n full-size loop. Een gesloten dipool is in feite ook een full-size loop die in tegenstelling tot bij een quad is samengevouwen zodat het voedingspunt en het tegenoverliggende gedeelte dicht tegen elkaar aan liggen. Daarnaast is er de magnetische loop die ook wel kleine loopantenne wordt genoemd. Magnetische loop heet die omdat de antenne zich magnetisch, dat wil zeggen als zelfinductie gedraagt en er dus met een capaciteit moet worden afgestemd op de gewenste frequentie. Dit soort kleine loopantennes worden vaak gebruikt op plekken waar grotere antennes te veel zouden opvallen of waar er geen ruimte voor is. De bekende ferrietantenne uit een radio voor middengolf of korte golf is in feite ook een kleine magnetische loop. Hier bestaat de lus dus uit meerdere wikkelingen die bovendien heel klein zijn. Een veelgebruikte afmeting voor een magnetische loop is een omtrek van de cirkel van minder dan een tiende van de hele golf. Dat betekent tevens dat er een vrij constante stroomverdeling over de gehele antenne bestaat. Dat is dus heel anders dan bij een full-size antenne waar de staande golf op de antenne de vorm van een sinus heeft met een maximum en een klein maar zeer prominent minimum in de stroomverdeling. Wanneer je de loopantenne groter maakt, dan treedt die staande golf op de antenne in steeds hogere mate op, totdat deze bij de volledige golflengte zich precies zo manifesteert als bij andere full-size antennetypen. Loopantennes hebben de eigenschap om met name op de magnetische golf van het signaal te werken en niet op de elektrische golf, zoals de meeste andere antennes wel doen. De meeste storing bestaat uit elektrische golven en veel minder uit magnetische golven, terwijl het gewenste signaal juist vooral uit magnetische golven bestaat. Deze eigenschap is dus de reden van de unieke eigenschap van een magnetische loop om uiterst ongevoelig te zijn voor stoorsignalen, met name ook stoorsignalen uit de omgeving. Een bijzondere loopantenne die ook een kleine afmeting heeft, dat is de halo-antenne. Een halo-antenne is echter geen magnetische kleine loopantenne, omdat er tegenover het voedingspunt in de lus een onderbreking zit. Hierdoor heeft de halo-antenne dus ook totaal andere eigenschappen dan de kleine magnetische loop, waarover het hier dus vooral gaat. Al ziet hij dus op het eerste gezicht bijna hetzelfde uit. We gaan terug naar de grote full-size resonerende loop en de kleine magnetische loop waar het ook in het vorige deel over ging. Bij een grote resonerende loop maakt de vorm eigenlijk niet zo heel veel uit. Een cirkel is mogelijk en een andere vorm ook. De vierkante straler voor een quad gedraagt zich, zoals we zeiden, zonder elementen dus niet anders dan de ronde loop. En dat is zelfs voor een gevouwen dipool ook het geval. Bij de kleine loop, die ook magnetische loop genoemd wordt, die niet van zichzelf al resoneert, ligt dat beduidend anders. Bij zo'n antenne die voor veel grotere golflengtes dan de eigen afmeting wordt gemaakt, hangen stralingsweerstand en efficiëntie niet af van de vorm, maar wel van de afmeting van de oppervlakte die door de loop van de antenne wordt omsloten. Daarnaast is ook het aantal windingen van zo'n loop belangrijk. Ja, en de grootst mogelijke oppervlakte die je met een bepaalde lengte draad kunt omsluiten, verkrijg je als de loop een cirkel is. Het gaat er dus eigenlijk om dat de netto weerstand van de antenne kleiner wordt naarmate de draad korter is. Daardoor nemen ook de verliezen af als de draad dus korter is. De hoeveelheid ontvangen signaal wordt daarbij groter naarmate de oppervlakte die door de loop omsloten wordt groter is. Derhalve levert een loopantenne met een zo kort mogelijke geleider en een zo groot mogelijk oppervlak dat omsloten wordt het beste rendement. Dit keer over de grote resonerende loopantennes. In principe kan de grote loop, zoals we al stelden, als een open dipool worden beschouwd of een open dipool als een resonerende grote loop. Om te resoneren, dat wil zeggen een ohmse impedantie te hebben op het voedingspunt, moet de loop in omtrek ongeveer gelijk zijn aan een golflengte.
Zo'n element resoneert overigens net als veel andere antennes ook op de oneven harmonische van de frequentie waarvoor hij is gemaakt. De richting waarin een resonerende grote loopantenne straalt verschilt 90 graden van die van de kleine magnetische loop. Straalt een grote loop, net als een open dipool, loodrecht op zijn eigen richting, een magnetische loop straalt juist maximaal in zijn eigen lengterichting. Een grote ronde loop of een kwad straalt wel minder energie omhoog dan een gesloten of een open dipool. Daardoor heeft hij ook een heel klein beetje meer versterking, maar meer dan 10% is dit niet. Het richteffect van een grote loop kan worden verbeterd door deze niet één golflengte groot te maken, maar bijvoorbeeld 3 of 5 golflengtes groot. Daarnaast kunnen om de versterking te vergroten extra richtelementen worden toegevoegd, zoals bij een quad of bij een lus- of loopjagi. De polarisatie van een grote loop is horizontaal als hij onderaan of bovenaan wordt gevoed en verticaal als het voedingspunt van opzij zit. Ja, het is tenslotte nog even tijd voor het volgende. De website van het Log Atoom schrijft onverdroten zonder schroom over liefhebbers van de zenderij. Van paalzitter tot knijpamateur, ieder type microfonist komt er voorbij. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. En microfoon naar retour.